Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fast Forward, onze talkshow hier op het ROC van Amsterdam. Vandaag is het thema blootgewoon. Hoe zit het eigenlijk met de regels met betrekking tot kleding op de onderwijsinstelling? Ik heb een aantal gasten waarmee ik daarover ga praten. En ik stel ze even aan je voor. Mariam? Hoi. Vertel even wat jouw band is met deze opleiding. Ik ben... Volgens mij zijn er geen voorschriften. Wat ik gewoon media en evenementen. Derdejaarsstudent nu en ik loop stage bij het Flowbureau. Dankjewel. Naast mij zit Peter. Ja, Peter, docent burgerschap en Nederlands bij het ROC Marketing Communicatie. Dankjewel. Corina. Corina Vredenbrecht, opleidingsmanager van de opleiding Steward Stewardess, MBO College Airport. Dankjewel. Sandra. Sandra Lemapo, directeur onderwijs bij MBO College Zuid. En naast jou zit Samuel. Ja, Samuel Volonteer, ik ben de voorzitter van de Centrale Studentenraad van het ROC van Amsterdam Flevoland. Alright. De eerste vraag die ik ga stellen, stel ik aan jullie allemaal, graag om de beurt antwoord geven. Mag je aantrekken wat je wil? Als je naar school gaat. Ik begin even bij jou, Peter. Op school, ja. Ja? Ja. Nou ja, maar nee. Ja, dat mag. Bijna ja kan. En moet ik het uitleggen of ga je eens... Dat gaan we zo doen. Moet je ja of nee zeggen? Ja of nee? Instantie. Nee. Nee, Samuel? Nee. Jij? Bijna ja. Bijna ja? Nee. Nee? Oké. Okay. Kun je toelichten waarom niet? Nou, mag je alles aantrekken? Dat betekent dat je in bikini naar school zou kunnen komen, bijvoorbeeld. Ja. Dat gaat een beetje te ver. Ja. Maar een naveltruitje zoals de jonge dame naast je? Ja, dat is een hot item momenteel, de naveltruitjes. Maar wat vind je? Dat ze soms te kort zijn. En deze? Ja, ze heeft een prachtig lijf en het is hartstikke mode, maar... Stel dat ik hem aan zou doen. Ik hoop dat hij je leuk staat. Doe het even, dan kunnen we het beoordelen. Nee, maar wat vind je? Vind je dat het kan? Want nu kop je het aan een bepaald lijf. Maar... Er zal bijlopen, alleen we hebben op school wel rekening te houden met een omgeving. Ja. En ik vind het een heel interessant gesprek om het met elkaar over te hebben. Wat is gepaste kleding voor school? En wat is gepaste kleding voor het strand of om uit te gaan of naar een festival te gaan? Peter, wat zeg jij? Ja, ik zei, ik had hetzelfde in mijn hoofd met, stel iemand komt met een zwembroek aan. Dan denk ik, ik zou hem dan gewoon maar laten zitten en er een beetje om lachen. Maar als dat structureel zou zijn, zou ik toch ook zeggen, nou moet je toch wel wat gaan doen. Dus het is niet, ja, iedereen mag alles aan. Er is dus een grens, alleen het probleem is dat die grens bepalen is heel moeilijk. Ja. Het is heel moeilijk om te zeggen, ja, dat is de grens. Komen we zo op terug, Samuel. Ja, wat het ook is dat wat je aantrekt, heeft sowieso invloed op je omgeving. Hè? Dus als jij inderdaad... Maar op welke manier word jij nou beïnvloed door haar naveltruitje dan? Nee, ik word op dit moment bijvoorbeeld niet beïnvloed door een naveltruitje, maar daarom vinden we het ook vrij normaal dat zij dat ook aan heeft. Hè? Mm-hmm. Maar inderdaad, als je daar in bikini zou zitten, dan zou dat veel meer invloed op mij hebben dan een naveltruitje bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus dat is wel echt een ding. Dus je moet je ook beseffen dat, tuurlijk doe je het voor jezelf, maar het heeft ook echt invloed op je omgeving en op de mensen om je heen. Sandra. Nou, weet je... In Suriname zeggen we wel vaker, door je lijf stroomt geen water, maar bloed. Mm-hmm. Wat zoiets aangeeft als, realiseer je dat wat je aantrekt een effect kan hebben op jouw omgeving. Mensen hebben gevoelens, er komen gevoelens worden opgewekt. Mm-hmm. Dus over haar naveltruitje niks, hè, want dat ziet er prima uit. Mm-hmm. Maar realiseer je dus wat je aantrekt, dat enig effect kan hebben op... En dat bedoel je met aantrekken wat je draagt, niet wat je aantrekt, wat je op je... Sorry, ja. Surinaams, hè? Nee, geen probleem. Wat je draagt. Ja, ja, ja. De kleding die je aantrekt. Ja, ja, ja. Dus je hoeft ook niet in je gala op school te komen. Nee. Maar goed, realiseer je ook dat een bikini is wel het hele extreme. Precies. Maar stel dat je een billenshort draagt, nou, dat trekt wel zijn aandacht, ja. Zou je deze kleding ook aantrekken als je ergens stage loopt? Ik? Ja. Ja, zeker. Dat doe ik ook. Ja? Ja. Zijn daar regels over hoe je representativiteit en een stage combineert? Nou, wij leiden op voor stewardessen. Dat is een geïnformeerd beroep. Dat is een geïnformeerd. Er zijn hele strenge regels voor. Ja. Tot hoeveel ringetjes je om mag, hoeveel oorbelletjes je in mag, hoe groot je horloge mag zijn. Hoe groot je horloge mag zijn? Welke kleur nagellak je hebt. Dus als studenten bij ons in uniform lopen, dan is het tiptop van A tot Z volgens de voorschriften. En dat is gerelateerd aan de luchthaven. Zou dat iets voor jou zijn? Ik heb het altijd wel een leuk beroep gevonden. Maar
niet meer eigenlijk. En speelt dit daar dan een rol in? Nee, niet per se. Niet per se, nee. Oké. Ik doe nu evenementen, dus ik vind dat superleuk. Ja, en daar heb je wat meer vrijheid om je uit te dossen zoals je zou willen. Ja. En hoe zou je ermee omgaan als daar misschien wat regels komen? Nou, bijvoorbeeld op stage, waar ik nu stage loop op het flowbureau, daar hebben we wel een aantal regels. Bijvoorbeeld, je mag niet in een trainingspak komen, omdat dat een beetje te informeel is. Mm-hmm. Of, even denken. Ja, natuurlijk niet shirtloos of wat dan ook. Maar over dit naveltruitje hebben ze nooit wat gezegd. Daar vinden ze waarschijnlijk misschien wel wat van. Maar gelukkig heb ik daar wel gewoon de vrijheid in om dat te kunnen dragen. En als er regels zijn, ben je dan iemand die aan dat soort regels houdt? Of ga je dan op zoek naar waar de grens ligt? Nou, ik ben niet echt op zoek naar waar de grens precies ligt. Maar ik vraag me dan wel gewoon af, bijvoorbeeld aan mijn eigen stagebegeleider, van kan dit wel, weet je wel? Of is dit te bloot? Ja. Maar ja, verder niet echt, nee. Samuel? Wat heb jij hierop te zeggen? Heb jij zelf bepaalde ervaringen dat je soms misschien enigszins betutteld voelt door de regels die er zijn? Wat vind je bijvoorbeeld van de regel geen trainingspak? Nou, ik vind, als we kijken inderdaad naar geen trainingspak, dat is vanuit de Centrale Studentenraad zitten wij ook op een kantoorlocatie. En dat is, eigenlijk zit daar een beetje ook dezelfde regel. Hè? Want trainingspak is, vind ik persoonlijk, maar ook vanuit mijn functie, vind ik het echt wel heel erg informeel. Hè? Mm-hmm. En je hebt toch wat te dragen in. Ook als je op school bent en als je naar kantoor gaat, als je op stage gaat, je gaat het werkleven in, je gaat de maatschappij in. Ja, dan is het, ik vind dat niet heel netjes. Maar je kan toch ook zeggen, zolang nog op school zit, kan ik gewoon een trainingspak aan. En als ik naar een stage moet of ik moet iets belangrijks doen, dan trek ik me net de pak uit de kast. Ik vind dat als je op school, ja, dat je daar wellicht wat vrijer in zou kunnen zijn. Ik denk dat niemand je zou aanspreken als je in een trainingspak daar zou rondlopen. Maar je kan je wel afvragen of dat past bij het onderwijs. Hè? Of dat past bij dat je daar gewoon in een klas zit. Je zit met mensen, je bent met docenten, je hebt gesprekken, je hebt examens. Ja, dan, je kan je afvragen of dat wel gepast is. En of je niet gewoon beter een spijkerbroek en een t-shirt aan kan trekken. Nog maar los van de vraag dat je soms mensen ziet in een trainingspak en je denkt, maar wanneer train jij dan? Maar dat is een ander verhaal. Je kan thuis een bijdrage leveren aan deze discussie door je gesprek op social media en via het adres in te leveren. En dan komt het hier gewoon in de studio. Dat gaat helemaal vanzelf. Sandra, wat vind jij van de regels en de manier waarop de leerlingen zich daaraan houden? Of moet dat wat strenger gedefinieerd worden? Ah ja, er zijn niet echt regels als het gaat om kleding. Nee. Nou, er wordt hier en daar wel gezegd, hè? Onderlinge afspraken. Tenzij je het hebt over stageplekken. Mm-hmm. Maar volgens mij binnen de school zijn het meer de fatsoensnormen die je met elkaar nastreeft. Oké, dus je zegt niet vanuit school opgelegde regels hierover. Bij studenten is mij niet bekend dat hier heel echt opgelegd is. Zou je dat een goed idee vinden? Nou, voor mij hoeft het niet. Richtlijnen wellicht? Ja, het zou kunnen, zolang je maar de ruimte hebt om elkaar op zaken aan te spreken en je daar een goed gesprek over kunt voeren, vind ik het allemaal. Ik moet zeggen, ik heb niet echt heel veel situaties waarbij ik denk, kind, nu ga je te ver. Mm-hmm. En als het zo is, vind ik dat je elkaar daarop moet kunnen aanspreken en dat je het met elkaar erover kunt hebben en dat dan verandert. Ja. Dus en mocht dat de spuigaten uitlopen, dan moet je met elkaar echt op richtlijnen komen. Ja. Ja. Wat denk jij daarvan? Kijk, als puber en als adolescent, als jong volwassene, moet je je kunnen uiten zoals je zelf wil. Ja. Je moet, kleding is een deel van je identiteit. En zeker op die leeftijd denk je dat heel erg belangrijk is. Dus voor mij maak ik eigenlijk ook nog, hiervoor heb ik op middelbare scholen les gegeven. Voor mij vind ik dat de middelbare school, dat die kids eigenlijk alles zouden moeten kunnen. Ja, en dan ergens zit er een grens, want de grens hebben we net al gezien, de zwembroek is een beetje weinig. Maar waar dan precies de grens is, daar zou je het dan over moeten hebben en die discussie moet je aangaan. Het mbo is natuurlijk een opleidingsfase die opleidt tot een beroep. Ja. En daar is een heel mooi voorbeeld. Een vliegstudentenopleiding. Die heel, met hele strikte ideeën over uniformen enzovoort. Niet zozeer de opleiding, maar wel het uiteindelijke beroep.
Dus ik denk dat je als mbo ook een klein beetje moet gaan kijken. Goh, ik moet ook mijn leerlingen opleiden binnen de bandbreedte van het beroep dat ze gaan uitoefenen. Dus als ik bij mij op de vierde etage kijk, dan hebben de mensen die griem en kapperschool, die hebben vaak veel uitbundigere kleding en nagellak dan degene bij het marketingcommunicatie. En dan denk ik, nou ja, daar is een andere bandbreedte. Het is een ander archetype. Ja, ik heb zelf mbo voor fotografie gedaan. En ja, hoe gekker wij eruit zagen, hoe beter. Maar dat werd ook een beetje van ons verwacht. De gekke fotograaf moest we zien het nog een beetje, hè? We gaan het eerste blok, afronden. Dank jullie wel daarvoor. We merken dat het een gevoelig onderwerp is, waar verschillende ideeën over leven. Nou krijg ik net een vraag binnen van een kijker. En ik vind het wel een hele mooie. Geven docenten altijd het goede voorbeeld? Als het gaat om representativiteit. Nee? Nou, ik zie daar iemand nee schudden. Nee? Nee, ik denk het niet. Okay. Maar punt. Waar spreek je dan docenten daarop aan? Als een docent. Maar dit zijn mijn richtlijnen dan. Ja, nee, maar ik ben ook met jou in gesprek. Ja. Dat zijn mijn. Ik vind namelijk, maar dat is mijn mening, dat je als docent niet met slippers op school kan komen. En ik weet, toen ik net bij het ROC was, toen was ik niet in een, had ik geen docenten, maar dat waren het medewerkers van studentadministratie. Nou, daar heb ik wel echt aan gewerkt. Zeker ook als je uit huis gaat en je hoort flip, flop, flip, flop. En je kijkt naar beneden en je denkt, hé, zo ga ik ook naar het strand. Dan moet je keren, dan ga je een andere schoen dragen. Ah. Dus ik vind dat, ja, dat je een goed voorbeeld moet geven daarin. En teenslippers vind je dan gewoon niet kunnen? Flipflops vind ik niet kunnen. Teenslippers, Birkenstocks is altijd een heel precair onderwerp. Is een soort tussenvorm. Zeker. Zijn ook duur. Daar gaan we het niet over hebben nu. Nee, oké. Dat is heel precair. Ja. Dus nee, dus ik vind niet altijd dat wij daarin het goede voorbeeld geven. Wat vind jij als student? Zie jij wel eens leraren of leraressen rondlopen dat je denkt, nou. Nee, niet per se, nee. Niet echt. Ik zit natuurlijk op het college Hilversum. Ja. En daar heb je dat niet echt. Want dat is het Gooi. Nee, niet daar. Nee, ik plaag je maar. Maar ja, ik loop natuurlijk ook hier stage op het college Zuid. En ja, ik zie het eigenlijk bijna niet echt. Maar ik let eigenlijk ook helemaal niet op die docenten en wat ze aan hebben. En wat is jouw ervaring vanuit de studentenraad? Nou, wat ik wel interessant vind is dat we verder, want we behandelen ook klachten en opmerkingen en zo. We krijgen dat eigenlijk, ik heb nog nooit iets voorbij zien komen waarvan ik echt hoorde van, nou, die docent die kleedt zich echt op een bepaalde manier die echt niet vindt, die echt niet kan. Maar wat we wel eens hebben gezegd als centrale studentenraad ook van, joh, het is inderdaad, en dat vind ik wel mooi dat je dat zei, van flipflaps en slippers. Docent is toch wel een voorbeeld. Je bent toch wel een voorbeeld voor de studenten. En dat betekent echt niet dat je heel chic en deftig aangekleed moet worden. Maar ook casual is een voorbeeld. Mm-hmm. Dat je ook laat zien van, nee, ik kom als docent ook niet in trainingspak naar school. Precies. Uniform, zou dat een idee zijn om het gewoon integraal terug te brengen? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Dat zeg je vrij resoluut. Ja, omdat ik denk dat niet bij de Nederlandse cultuur hoort. Dat hoort bij bepaalde Engelsen. Nou, we hebben in Nederland nog heel lang wel uniformen gehad. Tot in de jaren 70. Zo oud ben ik inmiddels. Nou, ik kan me niet de schoolfoto's van mijn ouders herinneren dat ze in uniform liepen, hoor. En die, nee, het was niet overal, maar het was er wel. Ik bedoel. Die waren er misschien wel, maar dat is dan een select groepje. Nee, kijk, als je op een gegeven moment kapper wordt, dan vind ik het absurd dat je in een uniform zou moeten lopen. Want in kappers lopen niet in uniform in Nederland. Dus what's the point? Op het moment dat je gaat vliegen en voor een vliegmaatschappij gaat werken, wel. Dus daar is een andere bandbreedte, waar ik het net al over had. Ja. En nee, ik denk dat het integraal uniform voor ROC, dat is echt onzin. Maar daar zag ik iemand voorzichtig een beetje knikken. Schooluniform? Ja. Nee, alsjeblieft niet. Nee, toch niet? Ik haak aan op wat jij zei. Ja. Gun het jongeren om zich te uiten wie ze zijn en wat ze willen worden. Maar dat kan je ook met het uniform doen, toch? Door je uniform een beetje swag te geven. Ja. Je jasje binnenstebuiten, je broek ondersteboven. Is de dit of de dat, dus... bij ons lopen ze in uniform op het moment dat ze cabine- en passageles hebben. Als ze Engels of andere lessen hebben, komen ze gewoon in burgerkleding. Kijk, en wat ik wel studenten heel erg gun, dat ze elkaar niet beoordelen op wat ze aan hebben. Want hebben je ouders een beetje geld en doe je een Canadian Goose jack aan van 600 euro, kan niet iedereen zich permitteren. En een uniform
heeft in ieder geval, zou als voordeel hebben dat iedereen hetzelfde erbij loopt en dat je elkaar op elkaar beoordeelt en niet op wat je aan hebt en hoeveel geld je ouders hebben. Mm-hmm. Maar ik zou absoluut in Nederland niet een schooluniformen willen. Nee. Ik kijk even naar de voorzitter van de studentenraad. Voorzitter? Ja. Nee, kijk, weet je wat het mooie is? Is dat ik denk dat er heel erg weinig studenten zijn die op dit moment daarvoor zouden pleiten. Ook omdat daar, dat is juist waar we zo voor strijden in de studentenraad. Ja, zoveel mogelijk vrijheid. Hè. Zelf je onderwijs invullen. En dan ga je zeker niet in een uniform lopen. En dan hebben wij in Nederland het ontzettend mooie geluk dat de studentenraad op heel veel punten instemmingsrecht heeft. Ook wettelijk. En dit is iets wat ik wel met 100% kan garanderen dat dit direct wordt tegengehouden als er ook maar een greintje zou zijn dat het überhaupt ergens een pilot zou worden. Weet je? Ja, ja. Die vrijheid is juist zo mooi. Er is een opmerking binnengekomen met betrekking tot de NAVO-trui in zijn algemeenheid. Moeten we mensen die daar moeite mee hebben niet opvoeden? Want het gaat slechts om een NAVO. Wat is het probleem? Reactie daarop. Kijk, zij heeft een keurig NAVO-truitje aan, maar ik heb ze al gesignaleerd wat meer het formaat heeft van een sport-BH dan een naveltruitje. Dus ik zit ook weer met hoe kort is het naveltruitje. Mm-hmm. En jij bent gesloten van boven. Ik heb echt halve sport-BH's al zien lopen. En dan denk ik, nou, wat jij zou heel mooi zijn, wat je aantrekt, heeft een reactie, geeft een reactie bij anderen. Moet je heel erg van bewust zijn, vind ik. Maar zijn ze zich daar dan onvoldoende van bewust? Ja, ofwel heel erg. En dat vind ik het grappige. Wij hebben ook geen uniform of regels bij ons op school voor kleding. Maar ik vind het wel interessant om het gesprek aan te gaan. Van, hé, wat heb je aan? Wat voor reactie kan dat oproepen? En wat doet dat dan weer met jou? En hoe wordt er gereageerd als je zo'n gesprek aangaat? Het is heel verschillend. De ene keer, ja, zit wat in, logisch. En de volgende keer, ik ben ik en ik heb het recht om aan te trekken wat ik wil. Heel verschillend. En wat doe je als je zo'n laatste reactie krijgt? Ik ben ik en ik trek aan wat ik wil. Nou, dan zeg ik in principe heb je gelijk. Maar we hebben ook met andere mensen rekening te houden. Ik vind bijvoorbeeld ook in deze tijd tegenwoordig dat docenten zich ook comfortabel moeten voelen bij wat ze tegenover zich hebben zitten aan studenten. Mm-hmm. En het kan niet zo zijn dat als iemand met een flinke F-cup in zo'n half BH-topje binnenkomt en die docent denkt zo, dat hij vervolgens een mitoetje aan zijn broek heeft hangen. Zou ik heel vervelend ja, vinden. Maar moet je dan niet die docenten meer gaan informeren en misschien voorlichting gaan geven in plaats van dat het allemaal bij die studenten ligt? Nee, maar weet je, het gaat nu om studenten, maar een docent kan ook iets aantrekken waarvan je denkt, ja, daar kijk je dan naar. Hè? Jij gaf heel mooi aan, bepaalde kleding roept een reactie op en daar kijk je naar. Ja, maar wat ik wel wat ik lastiger vind, is dat als je dan net aangeeft van oké, iemand met een behoorlijke voorgevel, als die dan zo'n kledingstuk aantrekt, dan is dat wat problematischer dan iemand die het lichaam heeft van een fotomodel. Maar dan, ja, je kan toch niet iemand die wat voller is verbieden om dat aan te trekken? Kan je ook niet verbieden, alleen wees je bewust van in welke situatie draag je welke kleding en wat doet dat met je omgeving. Dus wees ook voorbereid, mensen zijn ook maar mensen, dat je reacties kunt krijgen. Maar dat MeToo'tje, dan lijkt het een beetje op van, doordat je dat aan hebt getrokken, heb je het een beetje op je afgeroepen. Daar moeten we het dus juist niet over hebben. Want het mag niet de schuld van, in dit geval praten we over een vrouw, hè, maar we zouden het ook over een man kunnen hebben. Zeker. Het kan nooit zijn dat degene die wat aantrekt en waar een reactie op komt, dat jouw schuld is. Alleen, dat is ook wat jij net bedoelde. Ja. Het bewustzijn vind ik wel heel belangrijk. Mm. En ik merk gewoon, 2022... dat met name mannelijke collega's bij ons best wel eens op eieren lopen, omdat ze heel voorzichtig moeten manoeuvreren en bepaald natuurlijk gedrag denken van, voorzichtig zijn. Dat is nooit de schuld van de vrouw en nooit de schuld van degene die zich op moet bouwen. Nee, begrijp ik. Maar het is wel, het is goed dat we het erover hebben. Ja, het is koorddansen daar natuurlijk. Ja, ja. Ja. Kun jij daar vanuit jouw docentschap en man zijn iets over zeggen? Man zijn. Ja, zeker. Absoluut. Nou ja, ik heb er zelf niet zo'n probleem mee. En ik heb ook wel wat moeite met de vertrutting die ik zo hier en daar in de maatschappij in zijn al geheel zie. Ja. Maar ik snap ook wel, ik vind dus ook wel dat je een bepaalde beroepshouding moet hebben, ook als student en ook als docent waar we het net over hadden.
En daar hoort ook bij dat je moet weten hoe andere mensen daar op reageren. Tuurlijk hoort dat erbij. Ja. En ik denk dat dat dus iets is... nou, normaal, ik vind echt een verschil tussen middelbare scholieren, dus dat zijn dan pubers, of mbo'er. En wat is dan het verschil daar? Ja, die zijn, die moeten nog veel meer uitvinden wie ze zijn. En die moeten veel meer uit hun dak kunnen gaan. De middelbare scholieren. Ja, en dan kan je zeggen, ja, dan moet je als docent ook maar een klein beetje tegen kunnen, denk ik dan bij mezelf. Ja. En een mbo heeft veel meer, moet je leren van, ja, dit wordt je beroep, dus dit moet je gaan doen. Ik weet heel mooi, je zit hier, dat is dan weliswaar een vmbo, tegenover voor bakkers. Ja, dus ik wil ze niet beledigen, maar... Hey, een van mijn dochters heeft daar op school gezeten, hè? Nee, maar ik bedoel... Okay. Ik begrijp. Ze veel meer dan bakken, bedoel ik. Ja, klopt. Ik wil niet denigrerend zijn. Maar wat ik heel leuk vind, is dan nemen ze allemaal dezelfde broek aan, anders een kombuis aan, anders een koksmuts op. Ja. En dan denk ik, dat is dan wel zwaar geen uniform, maar het is eigenlijk gewoon een uniform. Het is een uniform. Een beroepsgerelateerd uniform. Dit is je beroep. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want ja, wat voor ding heeft een kapper aan of zo? Ja, een kapperschort of zo, maar... Dus dat is veel moeilijker om te zeggen, dit wordt je uniform of dit is wat je normaal moet dragen. Maar ik denk dat het... Dus ergens tussen die middelbare school en je stageplek, daar moet een ontwikkeling, een beroepshouding komen waarin je gaat inzien dat wat je aantrekt, dat invloed heeft op je omgeving. Ik snap het. Denk ik. Nou, er is een reportage gemaakt over dit onderwerp. Ik stel voor dat we daar even naar gaan kijken. Volgens mij zijn er geen voorschriften, wat ik gewoon prima vind, want ik wil gewoon lekker aan wat je zelf wilt en waar jij je comfortabel bij voelt. Op deze school zijn er eigenlijk bij ons echt heel erg ongeschreven regels voor de kledingschriften bij ons op school. Wij moeten bijvoorbeeld op de dansopleiding alleen maar zwart aan, maar we mogen wel crop tops aan. Nou weet ik dat er op andere opleidingen wel veel ongeschreven regels zijn, dat je eigenlijk niet in een crop top kan lopen of dat soort dingen. Ik vind het décolleté, ja, ik vind dat het gewoon mag. Ik vind dat het niet iets is wat niet toegestaan is of zo. Ik denk dat jongens en meisjes en alles wat ertussen zit moeten kunnen dragen wat ze willen. Ik denk alleen wel dat het belangrijk is dat wat je draagt, dat het je mooier maakt. Ik vind niet dat een dame gecatcalled kan worden omdat ze blote kleding draagt of wat bloot dan genoemd wordt. Kijk, ik snap het soms wel, want guys zijn gewoon soms ander level. Maar nee, je moet je bezighouden met je eigen business. En dat jij iemands kleding niet mooi vindt of te bloot, ja, deal with it. Ik denk dat je altijd je vrij moet kunnen bewegen zonder dat je hoeft op te letten dat iets te zien is wat je niet gezien wilt hebben. Nee, daar kan je echt niet mee naar school gaan. Nee, dat is raar. Daarmee mag je niet eens over straat volgens mij. Ja, ik vind het prima. Ja. Ik vind het ook gewoon prima. Je ziet niet heel veel, dus... Nou, ik zit zelf op de dansopleiding, dus wij lopen elke dag in trainingspakken. Ik weet niet hoe het zit op andere opleidingen. Ik weet dat sommige mensen daar ook in trainingspakken lopen. Ja, mijn zegen heb je. Lekker moet doen. Gewoon zeggen, ja. Het hoort bij een geloof. En een geloof is iets wat jij nastreeft, dus... Ik vind dat dan wel gewoon moet kunnen. En ook nog eens, iedereen heeft zijn eigen waarin geloof ik. Ja, super tof. Ik denk dat hier een mooie balans is tussen bloot en gekleed. De grote broek maakt dat het in evenwicht is. Aha, we hebben de grote broek voor het evenwicht. Interessant. Als je zo naar deze reportage kijkt, Sandra, wat komt er bij jou aan gevoel naar boven? Nou... Het zijn alsof het studenten hier van deze school zijn die ik net gezien heb. Ja. Dus, en wat ze zeggen inhoudelijk, kun je daarin vinden? Voor een groot deel wel. Ja. Voor een groot deel kan ik me er absoluut in vinden. Welk deel dan niet? Zoals die ene jonge man die zei, ja, ik heb geen moeite met een décolleté. Nee, dat begrijp je. Nee, dat begreep ik, dat je dat zegt. Ja. Misschien is daar wel het punt. Nee, vanuit zijn perceptie begreep ik het. Alleen als er gedoe ontstaat, dan heb je een beetje een vervelende situatie. Dus dat is wat ik dan... En wat voor gedoe kan er dan ontstaan waar jij uiteindelijk mee te maken krijgt? Nou, gedoe kan ontstaan dat iemand je op plekken gaat aanraken waar je geen zin in hebt dat je aangeraakt wordt. Ja. En waar kan iemand dan terecht, stel dat zoiets gebeurt? Bij een vertrouwenspersoon kan je dan terecht. Ja. Daar kan je een verhaal gaan doen. Mm-hmm. Dus punt. Dank je wel. Wat vind jij ervan? Want bij jouw opleiding is uniform een onderdeel. Maar wat gebeurt er met je als je deze
opmerkingen hoort? Heel divers. Ja. Een aantal opmerkingen heel respectvol. En een aantal ook wel heel oordelend. Een meisje zei, oh, dat vind ik absoluut niet kunnen. Dus ik zie heel erg verschil in respect en oordeel. Dus het zijn jonge mensen die ergens wat van vinden. Ja. Heel interessant om naar te kijken. En jij, wat vind jij ervan? Ja, ik kan me er wel in vinden in wat zij zeggen eigenlijk. Ja. Ik ben het wel ermee eens. We kijken even naar de voorzitter. Ik ga er even voor zitten. Ja. Nee, weet je wat ik wel vind? Is dat op een gegeven moment zag ik een quote en die zei deal with it. Ja. Weet je, ik heb daar een beetje moeite mee, omdat je niet alleen op de wereld bent, noem ik het even zo. Hè? Want nogmaals, het heeft effect op anderen. Als je echt op een bepaalde manier echt te bloot, en dan kunnen we discussiëren over wat te bloot is, maar ik laat dat even in het midden voor nu. Dan heeft dat effect op anderen. En anderen kunnen zich daar minder comfortabel bij voelen. Betekent helemaal niet dat ze daar actie op gaan ondernemen. Maar als je zegt deal with it, dat is gewoon best wel individualistisch. En dat zijn dat vind je iets te passief. Dat is een beetje passief. Je moet ook aan je medemens denken. Dus deal with it vind ik niet helemaal de passende vorm. En tuurlijk moet je wel echt, wat ik zei, vrijheid is belangrijk. Maar ik vind toch echt sociale veiligheid nog belangrijker. Hè? We sturen daar echt op. We adviseren bijvoorbeeld de Raad van Bestuur heel vaak over kwesties die te maken hebben met sociale veiligheid. Want dat Mental Health Week hebben we laatst ook nog georganiseerd. Het is gewoon heel belangrijk dat je prettig voelt in het onderwijs. Ja. En als anderen daar te veel invloed op heeft, nou, dan is het mogelijk om daar inderdaad bijvoorbeeld met een vertrouwenspersoon of met het lekken. Maar zou je dan ook, als je daar dus last van hebt, hè, stel er zit iemand in jouw klas die zich regelmatig, laten we maar zo noemen, te sexy kleedt, kan jij dan ook naar de vertrouwenspersoon toe gaan om dat te bespreken? Of is de vertrouwenspersoon er alleen maar voor mensen die tussen haakjes in een slachtofferrol zit of zo? Nee, als vertrouwenspersoon, hè, dan moet je gewoon luisteren ook naar de student. Hè. De student die kan ook zich alleen maar even uiten op het feit dat hij zich oncomfortabel voelt. En een vertrouwenspersoon zou op zijn of haar beurt bijvoorbeeld naar de studentenraad kunnen gaan of naar de directie, het MT, om zo wel die zorgen ook te delen. Van, hey, ik krijg steeds vaker studenten die hierover zich oncomfortabel voelen. Kunnen jullie hier iets mee? Kunnen jullie hier wat mee? Kunnen we dat bij jullie neerleggen? Mm-hmm. En dus zo doen we dat. Spannend. Het is wel een spannend onderwerp om er op deze manier over te praten. Nou, we zien dus dat er verschillende manieren zijn om je te uiten als je hier tegenaan loopt. Zowel als iemand die zich op een bepaalde manier wil kleden, maar ook mensen die daar dan in de omgeving last van hebben. Is het dan toch niet slim om dit op de een of andere manier in regels vast te leggen? Want anders krijg je zo'n wildgroei aan, ja, wat is het nu eigenlijk, een soort richtlijnen of we zeggen algemeen fatsoen of wat normaal is. Maar ja, dat verschilt natuurlijk enorm. Moeten we dit niet op de een of andere manier? Nou, maar dan zou ik het liefst beginnen met de trainingspakken. Laten we die gewoon verbieden. Verbieden? Dus ik weet maar wel, we zagen, dat is niet het onderwerp. Nee, maar, van vandaag, nee, maar we hoort, bedoel, daar stoor ik me misschien precies nog wel meer aan dan aan een naam. Maar we zagen net iemand die zegt, ik zit op de dansopleiding. Ja, maar ik zie ook hier van de mensen van Johan Cruijff, die zie ik naar boven lopen. Maar dat is een sportopleiding, dat anders. Tuurlijk. Maar dan, dat is zeg maar binnen de bandbreedte van hun opleiding, is dat normaal. Als je hier aan de overkant in de bakkersafdeling staat met in je jogging, is het niet oké. Okay. Als je hier bij de Johan Cruijff staat in kokskleding, slaat dat nergens op. Dus dat hoort bij dat vak. Oké, dus we gaan het wel. Waarom wil jij van jogging pakken? Nou, omdat ik dat ook niet beroepsmatig vind. Ik stoor me daar bijna nog meer aan dan een naveltruitje. Waarom? Omdat het is mij veel te casual. Als je het dan. Ik, uiteindelijk mag het voor mij allemaal. Maar als je nou zegt, de vraag was, gaan we regels doen? Daar ben ik eigenlijk op tegen. Maar als we nou regels gaan doen, dan zou ik het liefst met de trainingspakken beginnen. Ik doe het meer als statement, omdat het een daadwerkelijk uitvoerbaar plan is, hoor. Maar jij hebt wel zin in een lekker trainingspakkie? Nou, weet je, het is wel zin in een lekker trainingspakkie. Het is tegenwoordig is loungekleding is zo in. Ja. Dat je, jongen, je kan bijna niet zeggen, je mag dat niet dragen. En wat is het verschil bijna tussen een trainingspak en loungekleding? Ja. De grens komt wel heel erg in een grijs gebied met elkaar. Dan krijg je ook weer een onderscheiding tussen, ja, de mensen van een sportopleiding, die mogen het wel. Precies. En wij niet. Waarom ja. niet? Maar goed, het ging maar. Het is natuurlijk een onzin discussie dit. Dat is what if. Het is what if. Maar het gaat mij meer om het voorbeeld. Het gaat mij erom. Ik denk, waarom stoor je nou aan zo'n naveltruitje? Ja, ik kan me voorstellen, maar ik zit er niet zo mee.
Ik denk dat de beroepsmatigheid van dingen, dat veel belangrijker is. En daar hoort zo'n joggingspak ook niet bij. En die discussie moet je dus ook voeren met je studenten. Van, joh, je hebt dit nu aan, maar zo kan je eigenlijk niet naar je stage. En die discussie moet je exact hetzelfde voeren als een naveltruitje. Ja, dit heb je nu aan, maar naar je stage, ja, dan moet je wel even overleggen. Kortom, een interessant onderwerp dat ons niet in de koude kleren gaat zitten. Sorry, ik moest hem maken. Ik kon er niks aan doen. Ik moest hem maken. Een onderwerp waar we nog lang over gaan napraten met z'n allen. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Bedanken voor jullie bijdrage. En tot zover. Tot zover wat betreft dit onderwerp.